einde van het seizoen nadert, dan gaat het inderdaad over die play-offs. Gaat het ook over de toekomst? Jouw naam wordt in verband gebracht met clubs als Groningen en AZ. Hoe ben jij onder die belangstelling? Nou, het is een beetje koffiedik kijken allemaal, vind ik, en speculeren. Ik ben hartstikke blij dat ik eindelijk mag laten zien wat ik kan. En ja, daarvoor heeft Sparta gezorgd eigenlijk. Die heeft het vertrouwen in mij gehad om dat te laten zien elke week. Nou ja, dan is het mooi als je zulke geluiden hoort. Alleen ja, het zijn allemaal geruchten en er is nog niks concreet. Dus het enige concrete is Sparta en de na-competitie die voor de deur staat. Want AZ of Groningen hebben zich nog niet voor jou gemeld? Nee, en nog niet gemeld. Nee. Is er wel iets waar je voor jezelf met die verhalen aan de gang gaat en waar je bijvoorbeeld al een voorkeur voor jezelf hebt? Nee, totaal niet. Nee, ik weet dat Groningen die clausule heeft opgenomen om eventueel mij terug te halen. Alleen gelukkig heb ik daar zelf ook een stem in. Het is wel zo dat ik wel graag het hoogste haalbare wil halen. En het mooiste zou zijn om dat met Sparta te bereiken, namelijk de Eredivisie. En daar ligt mijn focus ook. Ja, je focus op de Eredivisie, dus zeg je ook, mocht het met Sparta niet lukken, ga je dan verder kijken? Nee, want voor zover niks concreet wordt, hoef ik dat ook niet te doen en hoef ik er ook niet over na te denken. En Sparta staat echt op 1 en voor de rest helemaal niks. Voel je wel voor jezelf dat je toe bent aan weer een stapje omhoog? Ja, dat zal moeten uitwijzen. Ik bedoel...